Ik ben Jonas de Meijer, ik ben ondertussen 27 jaar en ik ben al een jaar of 15 bezig met polshoekspringen. De laatste 4 jaar zijn we naar het nationale topniveau aan het gaan. Daarbij komen ook natuurlijk de leuke internationale wedstrijden waar we ook stilaan aan mogen deelnemen. Mijn persoonrecord is 5:20. In 2010 ben ik Belgisch kampioen outdoor geworden, polshoekspringen. De laatste 3 jaar ben ik Vlaams kampioen geworden, indoor. En voilà. Hoe bent u met andulatie in aanraking gekomen? Polshoekspringen is een heel intensieve sport. We moeten heel veel verschillende zaken trainen. Lopen, springen, krachttraining, turnen. Het spreekt ook voor zich dat dat heel belastend is voor de rug. Ik heb ook, aangezien dat ik zelf 2 meter groot ben, heb ik ook heel veel en snel last van de rug. Vooral de onderrug. En de annulatietherapie heb ik eigenlijk als test eens gedaan. En ik merkte ook meteen wel ook een verbetering van mijn rugklachten. En daarom ben ik eigenlijk begonnen om die matras weer meermaals te gebruiken. Zowel na de training als morgens om een dag te beginnen eigenlijk. Ja. Gebruikt u annulatie in uw dagelijkse professionele activiteiten? Ik gebruik de annulatietherapie tot 4 maal in de week. Het is enerzijds leuk om de dag mee te beginnen, omdat het de pijn direct verzacht. De spieren die blijven sowieso wel op spanning staan door de intensieve sport. Dus is het leuk om de dag op een ontspannen manier te kunnen beginnen. Na elke training tracht ik ook de mat te gebruiken, omdat het effectief de verzuring van de spieren tegengaat. Zou u annulatie aanbevelen? Ik zou annulatie zeker ook willen aanbevelen aan andere sporters, zowel op gewoon niveau als op een topniveau. Omdat de mat eigenlijk naast het wegnemen van rugklachten ook je spieren loshoudt. En de matras ligt er natuurlijk 24 uur op 24 en de kinesist is dat niet altijd.